Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Regering keurt nieuw voorstel goed om bauxietindustrie nieuw leven in te blazen. Scholenrenovatie onderdeel samenwerking Defensie en Zuid-Dakota. Dienst Waarborg en Eikwezen streeft naar kwalitatieve dienstverlening. LVV-medewerkers doen kennis op over herkennend plagen. SAO speelt in op behoefte oil- en gassector aan specifieke lasttechniek. En president Santokki ziet af van regionale bijeenkomst van staatshoofden en symposium op Trinidad en Tobago. Tijdens de regeringsraadvergadering van 12 april heeft de presidentiële stuurgroep Suralco Alcoa technische informatie gepresenteerd hoe de bauxietsector nieuw leven in te blazen in West-Suriname. Danny Latchman, voorzitter van de stuurgroep, heeft bij die gelegenheid een uitgebreide presentatie gehouden over een eerder gehouden meeting met de Aluminium Company of America, Alcoa. De vergadering heeft op 12 april 2023 plaatsgevonden op het kabinet van de president. Uit de gesprekken die de presidentiële stuurgroep op 9 februari gevoerd heeft met het Amerikaans bedrijf, is naar voren gekomen dat Alcoa niet geïnteresseerd is te investeren in greenfield projecten zoals het Bakhuisgebied. Lashman heeft tijdens zijn presentatie technische adviezen gegeven over de verwerking van de grondstoffen en hoe die kunnen leiden naar meer inkomsten voor de overheid, als ook het bieden van werkgelegenheid. Hij adviseert dat het gebied wordt gegooid in een open call voor het aantrekken van potentiële investeerders. Volgens de voorzitter kan dit gebied aantrekkelijk zijn voor internationale partijen omdat er al heel veel data beschikbaar is. Inmiddels is er door bedrijven uit verschillende landen interesse getoond voor greenfield projecten. In het kader van het State Partnership Programma tussen het ministerie van Defensie en de Amerikaanse South Dakota National Guard zal er een Vertical Engineer project worden uitgevoerd. Dit project zal plaatsvinden van 11 tot en met 25 april in samenwerking met de afdeling Commando Civiel Technische Werken van het Nationaal Leger. Het Vertical Engineer project houdt in dat er landelijk 3 scholen zullen worden gerenoveerd, namelijk de OS Avobakka, OS Marienburg en OS Blauwgrond. Wij brengen u het volgende verslag van het ministerie van Defensie op dag 1 te OS Blauwgrond. Replacing, like right behind us here, we're going to close this off and be putting doors in so the kids and teachers can go in between classrooms without interruptions. We got chain link fence where we'll be replacing so there ain't rust on the chain link fence to hurt the kids. And we're going to be redoing walkways, fixing toilets. And they got like a concession stand over here where the kids are. They can't even be in there. It's, you know, the teachers won't let them be in there, so we're going to refix that so the kids can use that. And my guys here are already starting to work. So we're going to be here for about 12, 13 days working. The other school is going to be the same thing. They're going to be doing like chain link fences, fixing the bathrooms. Both schools are going to be doing about the same, improving the schools for the children. This is my fourth time coming here doing it. And I got a couple of NCOs that have been here 4 or 5 times as well. I enjoy coming here because I know the kids and the place enjoys us coming here and making their school system better for the kids.
De dienst voor de waarborg en van het eikwezen streeft naar kwaliteitsverbetering in haar dienstverlening naar de samenleving. Volgens diensthoofd Philip Djinje is het ook belangrijk om erop te letten dat apparatuur waarvan gebruik wordt gemaakt geëikt is. De dienst is een werkarm van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De communicatieafdeling van dit departement had het volgende gesprek met het diensthoofd. De dienst waarborgen eikwezen is een werkarm van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. En waarborgen eikwezen is resorteert onder het directoraat Interne Markt en houdt zich bezig met meteorologie. Meteorologie is de wetenschap en infrastructuur van weegmiddelen, meetmiddelen en maten. En de meetonzekerheden die daarmee gepaard gaan. Het doel van deze dienst is op de eerste plaats. We doen onze dienst conform naar de wet vastgestelde regels en richtlijnen ten aanzien van weeg- en meetmiddelen. Dat is één. En twee, in onze dienstverlening naar de consumenten toe trachten we naar kwaliteitsverbetering. En in de dienstverlening naar de consumenten moet het zo zijn dat we tevreden zijn. Onze klanten bestaan dan uit dan de consumenten, het bedrijfsleven, de medische zorg, eigenlijk het totale samenleving. En als derde doel is het zo dat wij ernaar streven dat de consument altijd waar moet krijgen voor zijn haar geld. De wettelijke bevoegdheden van deze dienst zijn vastgelegd in 1 decreet eikwezen, SB 1983, nummer 17, de uitvoeringsbesluit decreet eikwezen en de waarborgverordening. Bij volumemeting is het uitsluitend pompstation welke we moeten aandoen voor de calibratie. Dat is volumemeting. Bij keuring zijn we verplicht naar buiten te gaan omdat er meetinstrumenten zijn welke niet verplaatsbaar zijn. Dan zijn we genoodzaakt daar naartoe te gaan. Daarnaast heb je ook meetinstrumenten, weegschalen, die zeer gevoelig zijn. Dus kiezen we, is het zo dat ze niet eigenlijk verplaatst moeten worden, dan gaan we naar daar om die weegschaal te doen. Bijvoorbeeld die laboratoria. Ook een andere optie waar we naar buiten moeten, dat zijn die weegbruggen. Dat zijn die grote weeginstrumenten waarop die naam zegt wel, een weegbrug. Het is letterlijk en figuurlijk een brug. Daarop gaan zware materialen met of zonder lading. Dus voor die zijn we dan verplicht naar buiten te gaan. Binnendiensten, jaarlijks worden die klanten dan in het verleden middels een oproepingsbrief. Maar dat doen we dan niet meer. Wanneer ze hier komen, dan geven we ze aan van kijk, de geldigheidsduur van uw goedkeuringstickers is 1 jaar. Wanneer ze doorhebben dat het jaar voorbij is, dan komen ze. Maar we, samen met de leiding van de ministerie, zijn we bezig om eigenlijk een digitaal iets in elkaar te zetten om ze dan op te roepen. Niet meer middels die dat oude oproepingsbriefmodel. Bij goud hebben we ook binnendiensten. Daar is het uitsluitend binnendienst. De klanten komen naar ons toe. Daar wordt er geen afspraak gemaakt. Ze weten dat we onze openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 3. Dan komen die klanten langs daar bij het loket bij de afdeling goudtoetsing. Dan worden ze dan verder volgens procedure. Mijn boodschap naar in dit geval de consumenten, de totale samenleving. Het is heel goed dat ze de media volgt, de informatie welke wij verschaffen, zodat ze op de hoogte zijn waarop ze moeten letten. Bijvoorbeeld, zij die naar een pompstation gaan om te tanken, dat ze dan erop letten dat, dat die pomp welke wordt gebruikt voor hun te tanken, dat het wel goed gekeurd is.
Medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben eerder deze maand kennis opgedaan betreffende het herkennen van plagen. Het betrof een training aan LVV-voorlichters en personeelsleden van de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring. De deelnemers werden ook onderricht in de principes van de Integrated Pest Management als onderdeel van de Agriculture Competitive Programma. Dit laatste is een project van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Op maandag 3 april jongsleden zijn we dus van start gegaan met de IPM training. De focus is dus de principes van de IPM, dus Integrated Pest Management. En dit is dus eigenlijk verzorgd aan de voorlichters van het ministerie van LVV en ook aan de personeelsleden van de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen. Het is dus een project dat uitgevoerd wordt in het kader van het IDB-project, ook genoemd de Agricultural Competitive Program. En het is dus de technische assistentie die we in dit kader verstrekken. En wel ter versterking van de agrarische sector. En zeker naar de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen. Als het gaat om de taken die uitgevoerd moeten worden die gekoppeld zijn aan de internationale standaarden. Oftewel ISPM's genoemd. Deze training, Integrated Pest Management, is merendeels bedoeld voor de voorlichters om ze dus de skills bij te brengen in het herkennen van specifieke plagen en de principes van Integrated Pest Management aan te leren. We hebben een training achter de rug gehad waarbij er theorie is gegeven aan ze, specifiek gericht op de principes van Integrated Pest Management, wat het precies inhoudt, de specifieke principes, daarover is uitgeweid, maar ook over 3 specifieke plagen, rupsenplagen. Met een moeilijk wetenschappelijk woord zijn het Lepidoptera. De specifieke plagen zijn dus Spodoptera frugiperda, Neolaesinodes elegantalis en een plaag waarvan we nog niet zeker weten of het in Suriname voorkomt, Keiferia leucopersicella. Maar deze 3 rupsenplagen, ik zeg rupsenplagen omdat ze in dat stadium eigenlijk de schade verrichten, zijn voor de landen die deze producten importeren, zijn ze wat we noemen quarantaineplagen. Dus zij hebben het niet daar en ze willen het ook niet daar hebben. Dus ze hebben hun regels heel streng gemaakt. De exportlading mag eigenlijk geen enkel aantasting hebben van zeker deze specifieke plaag. Er zijn internationale standaarden, we noemen ze het International Standards of Phytosanitary Measures. Er zijn verschillende, die dus aangeven waar een land eigenlijk aan moet voldoen. En een van de aspecten waar een land aan moet voldoen, is dat ze een surveillance programma hebben. Ze moeten data kunnen verzamelen om te kunnen aantonen wat de plaagstatus is in het land. Want eigenlijk het importerend land mag die informatie opvragen. Dus vandaar dat we ook zo'n veldtraining hebben opgezet, waarbij er specifieke valletjes zijn geplaatst. Die ook voldoen aan de internationale standaarden. Er is een specifieke lokstof. En daarmee kan dus nagegaan worden hoe het zit met de aantallen van deze, de volwassen stadia van deze rupsenplagen. De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, streeft om een leidende rol in te nemen in het verzorgen van gekwalificeerde lasttrainingen voor onder andere personen in de oil- en gassector. Hiertoe heeft de stichting 2 van haar lastinstructeurs laten upgraden door het internationaal erkend Nederlands Instituut voor Lasttechniek dat zich toelegt op handvaardigheidsopleidingen.
In verband hiermee heeft minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken op 6 april jongstleden, de directie en 2 lasinstructeurs van de SAO ontvangen om zijn waardering naar hen toe uit te spreken. De instructeurs hebben een bijscholing in lastechniek met succes afgerond en zijn nu bevoegd om zelf lastrainingen te verzorgen voor de SAO op basis van de NIL-HVO-standaarden en hebben nu de status van lasdocenten. Het gaat om de lasinstructeurs Michael Rijudi Kromo, die het lasniveau 3 heeft behaald, en Stuart Kartowinangun, die het lasniveau 4 heeft behaald van NIL en nu zelf les mogen geven, respectievelijk op niveau 2 en niveau 3. De lastechniek waarmee deze docenten nu zijn toegerust, wordt in het buitenland vooral gebruikt door haar veelzijdigheid en snelheid. Deze techniek wordt vooral toegepast op de offshore-industrie, tanks en leidingen en kan goed van pas komen in onze eigen oil- en gassector. Met deze ontwikkeling speelt de SAO in op de vraag en behoefte vanuit de oil- en gassector door menskracht klaar te stomen die in staat zal zijn te voldoen aan hoge kwaliteitseisen bij de lassector. President Chandrika Prasad Santokhi heeft besloten niet af te reizen naar Trinidad en Tobago om de regionale staatshoofdenbijeenkomst en symposium Violence as a Public Health Issue, the Crime Challenge, bij te wonen. Het symposium waar verschillende staatshoofden aan zullen deelnemen, wordt gehouden in Port of Spain op 17 en 18 april 2023 en is een initiatief van de CARICOM. Het staatshoofd heeft dit besluit genomen omdat de nationale vraagstukken zijn prioriteit genieten. Gezien het symposium van groot belang is voor de regio, zullen Surinaamse afgevaardigden, waaronder de ministers van Justitie en Politie en Defensie, deelnemen. De CARICOM-lidlanden hebben te maken met verschillende vraagstukken op het gebied van misdaad en geweld die ontwikkeling en groei in de weg staan. Tijdens het symposium zal vanuit een brede basis en met een wetenschappelijke benadering gekeken worden naar deze vraagstukken. President Santokhi heeft veel geloof in samenwerking binnen de CARICOM, zeker wanneer het aankomt op complexe onderwerpen met grote maatschappelijke gevolgen. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.